ik niet meer. Heb je nog wat? Je hebt nog wel geld over, Andy, toch? Ondanks ja, alles. Ik heb wel wat over, ja. Ja, ja, €5. Nee, maar dat is redelijk wat erheen gegaan door die jaren. Ja, natuurlijk. Maar het is wel wat hij zegt. Kijk, het is allemaal mooi zo, dat geld. Het geeft je vrijheid, maar het geeft je geen geluk. En dat heb ik wel meegemaakt in Engeland. Ja, was het serieus? Want ik las laatst iets dat je had zelfs een zelfmoord. Ja, ik heb daar wel met die gedachten gelopen. Moet je nagaan, dan verdien je €45.000 in een week. En dan rij je in een dikke Ferrari, maar dan kan je nergens naartoe. Dan ben je een zielig persoon, vind ik. Je hebt echt zelfmoord. Ja, ik heb dat toen, daar liep ik wel mee in mijn hoofd, ja, tijdens mijn voetbalcarrière bij Everton. Toen was ik wel heel diep. En wie heeft je daarvan kunnen weerhouden? Of hoe? Ja, mijn familie natuurlijk, mijn moeder en zo. En, ja, je dat zei, ik kon nergens naartoe, dus nee, je had niemand om mee te praten. Nee, ik had niemand waar ik naartoe kon gaan. Het was, na het voetballen was het ja, weg. Weet je, mijn kind lag in het ziekenhuis. En ja, thuis had ik het ook niet goed met mijn ex-vriendin en zo. Het was altijd ruzie, en, omdat ja, mijn kind ziek was. En ik kon nergens heen. Dat was die stripdansrest, toch? Die ja, leren kennen, die ja, je met vertrouwd was. En nog dat met kind is goed gekomen? Nou, mijn kind die ligt nog steeds af en toe in het ziekenhuis. Ja, dus, dat is wel... ze is nu 12 jaar. Ja, dus dan is geld onbelangrijk. Ja, maar heel veel mensen denken dan dat ik het ook zo gedaan heb dat ik gek ben of zo. Maar het heeft wel een reden waarom ik zo gereageerd heb, weet je. En, om uit de realiteit weg te zijn, zeg maar. Weet je, dan ging ik drinken en dan was ik even uit de realiteit. En dan... Maar je was zo, je ging op de vuist met trainer David Moyes. Ja. Je kon op een gegeven moment jezelf helemaal niet meer herpakken. Nee. Toen ging je aan de cocaïne. Toen had je echt het gevoel, als ik nu niet wegga uit Liverpool, dan is het einde oefening. Ja, toen ben je echt... ja, ik heb toen nog een jaar in Liverpool gewoond nadat ik na mijn contractjaar. Omdat ik mijn kind daar ook had, die in het ziekenhuis lag. En daar wilde ik bij blijven. Maar de relatie met mijn ex-vriendin ging niet goed. Dus ik woonde op een gegeven moment in een appartement samen met een vriend van me, Gerard Joling. Woonden wij samen. Ga je wat nou? Nee, dat is een grapje. Check of we nog wakker zijn. Ja. Ja, even kijken. Maar ik was met een vriend van me. En ja, wij woonden in een appartement in de stad, in Liverpool. Nou, ja. Dat was donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag stappen. En, ja. Nou, op een gegeven moment is een baken niet meer genoeg. En dan raak je aan de cocaïne. En dan liep ik, was ik 2-3 dagen wakker. En ik was 29 jaar. En ik kon, ik kon alles doen wat ik zou willen. Maar... En dan ben je vanaf die cocaïne? Ja, alleen in het weekend niet. Maar. Nee, ben je echt nog aan de kook? Ja. Ja. Als je de hele dag op de bank ligt en je zit cocaïne te snuiven, nee, dat is niet echt een lekkere combinatie. Weet je, het is allemaal leuk en aardig om lachen en zo. Maar nee, ja. Kijk, ik heb gewoon. Ik heb vastigheid. Ik heb een goede vrouw. Ik heb mijn kinderen waar ik van leef. En dat.